Mijn naam is Lars Schilhuis. Ik ben sinds 2001 videoanalist bij de Nederlandse Hockeybond. Ik begeleid alle nationale teams op de grote toernooien, kleine toernooien, maakt niet uit, oefenwedstrijden. Dus ook hier in Lucknow verzorg ik de videoondersteuning voor de bondscoaches Erik van Boom en Hans Strede. We analyseren alles, ook de tegenstander, die we misschien tegenkomen verderop in het toernooi. Verder evalueren we natuurlijk ons eigen spel, maar wat mijn werkzaamheden betreft betekent dat wel dat ik alle wedstrijden tijdens het toernooi hier film en codeer en klaarmaak zodat de coaches daarmee aan de gang kunnen. Ik ben over het algemeen als eerste aanwezig. De eerste wedstrijd moet ook gedaan worden. Dus 's ochtends ben ik over het algemeen alleen bij het ontbijt. Dan met een shuttle hier naartoe. Vandaag kon ik met de Duitsers meerijden, dat is altijd prettig meegenomen. Want dan ben je in ieder geval voor de eerste wedstrijd ruimschoots aanwezig. En dan gaan we met de man meteen beginnen. We zetten de spullen klaar, uiteraard onze computer, de camera, het toetsenbordje waarmee we de spullen coderen. Alles optimaal voorbereid voor de eerste wedstrijd. Tijdens de wedstrijd filmen uiteraard de beelden, de wedstrijd. We coderen, dus we geven dingen mee aan de beelden wat er op dat moment op het veld gebeurt. Opbouw, press, balwinst, balverlies, de goede punten, slechte punten van de tegenstander. Dat slaan we op en dat gaat later naar de bondscoaches. Het is bij de eerste en de tweede wedstrijd om 12 uur en 2 uur nog allemaal prima. Maar vanaf 4 uur, half 5 zakt de mist het stadion in. Of het is smog, we weten het niet. Dan is het bijna onmogelijk om de overkant van het veld te zien. Dus voor mij is de uitdaging toch wel om ook die plekjes goed in beeld te krijgen. En te gokken soms wat er daar gebeurt. Ik denk wel eens dat ik een cirkelpenetratie van kans zie. En dan reageer ik een beetje op het publiek als die juichen of... herrie maken, dan zal het wel een kans zijn. Zo codeer ik hem dan. Maar de uitdaging is om die data zo betrouwbaar mogelijk te krijgen. Toren Lucknow is hier prima. Als ik het goed begrijp stond hij 3 weken geleden nog niet. En hebben ze pas neergezet. 2 stuks overigens, allebei aan de korte zijde van het veld. Het zijn 2 etages, de onderste en de bovenste. De onderste is voor de meeste teams. De bovenste etage is voor de televisie, Star Sports. En daar mogen ook de teams spelen, teams filmen van de pool die op dat moment speelt. Rituelen en bijgeloof horen bij de sport, vind ik altijd. De ene doet zijn sokken eerst links dan rechts enzovoort. Zo heb ik ook een geintje of een ritueeltje. Het poppetje van mijn hond Ties heb ik gekregen van mijn neven en nichtje Pien en Geert. Dat gaat mee naar alle wedstrijden, ook op vakantie trouwens als ik in het buitenland ben. Mis mijn hond nogal. Dus die is er dan toch een beetje bij. En die zit altijd, staat altijd op de camera. Het mooiste van het vak is optreden met een ploeg. Ploeg en opbouw. Uiteraard begint dat al ver voor het toernooi in Nederland. Bij de oefenwedstrijden en de trainingen. Tijdens het toernooi moet dat komen tot een apotheose. Dat proces om dat mee te maken met de jongens is hartstikke leuk. En verder voor mijn persoonlijke werkzaamheden. Ik heb hier natuurlijk collega's die ik al jaren ken. Dus het is altijd gezellig. En we maken er het beste van. Makkelijk is om dan te zeggen, het toernooi is geslaagd als we wereldkampioen worden. Ik heb ooit geleerd van Mark, dat is een outcome goal. Als je daarop concentreert, dan gaat het hem niet worden. Je moet doelen stellen die je op korte termijn kan behalen. Het toernooi is geslaagd als we vandaag winnen. Tenminste, de dag is dan geslaagd. En als we dat elke dag doen, dan komt het toernooi vanzelf al.